Derde van Michem, was dit het scenario waar jij vannacht misschien wel een keer over hebt gedroomd? Ja, misschien wel. Het is natuurlijk leuk om hier terug te komen en om dan twee keer te scoren. Dat is alleen maar mooi, ja. Wat was het voor een wedstrijd voor jou tegen de club waarbij je zoveel jaar hebt gespeeld? Ja, het was natuurlijk heel speciaal. Ik heb vanaf mijn 16 hier gespeeld tot 21. Dus veel bekenden langs de lijn in het veld. Dus dat was zeker speciaal. Maar de wedstrijd zelf op zichzelf is natuurlijk gewoon een wedstrijd als alle anderen. Dus zo heb ik ook gespeeld. Ik begreep dat je zondag al even was wezen kijken? Ja, klopt. Ik kon vaker hier kijken nog bij het eerste helftal. Dus ik was afgelopen zondag ook even kijken. Dus toen kreeg ik al de nodige reacties. Dus dat is alleen maar leuk. Dan is voetbalpubliek overal hetzelfde? Ja, natuurlijk. De grapjes vliegen je om de oren als ik hier kon kijken. Dus dat maakt me nu helemaal niet meer uit. Dan moet je het natuurlijk wel even doen in zo'n wedstrijd. Vaak schuilt er ook een gevaar in voor profclubs, hè, bezoek bij amateurs. Die eerste goal bleef een beetje lang uit. Gingen jullie je dan misschien een klein beetje zorgen maken ook? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat we gewoon heel geconcentreerd hebben gespeeld. En dat vanaf het begin deden. En inderdaad, de goal bleef misschien wat lang uit. Maar we voetbalden gewoon goed. We gaven weinig weg. Dus wat dat betreft was het gewoon een kwestie van tijd voordat hij ging vallen. En dat gebeurde ook. Ja, je had zeker in de tweede helft ook het idee dat als jullie iets meer finesse hadden gehad, dat het ook al een stuk sneller beslist was geweest. Ja, klopt. Op het einde zeker lag het helemaal open en spelen we misschien niet goed uit. Maar al met al denk ik dat het gewoon een prima overwinning is hier. Klopt het trouwens dat je ook nog lid bent hier? Ik ben nog lid, ja. Klopt. Ik hoorde in de rust al een paar mensen de statuten doornemen om te kijken of ze je nu konden royeren, maar waren ze nog niet helemaal uit volgens mij. Volgens mij moet ik de contributie nog betalen, maar het klopt dat ik nog lid ben hier, ja. Dat zeker. Nou, gaan jullie in de koker morgen voor die loting. Waar hoop jij op een, nog een amateurclubje maar? Of misschien wel een leuke topper op Woudestein? Ja, een topper zou ook leuk zijn. Maar ik denk dat we gewoon dit jaar zo ver mogelijk willen komen. En dan heb je ook onder andere een gunstige loting nodig. Dus, maar misschien het liefst een thuiswedstrijd. Dat zou natuurlijk ideaal zijn.